Ik was van plan om het bed nog even in elkaar te zetten, maar ik kan de schroeven gewoon nergens vinden. Ik sta nu in mijn toekomstige slaapkamer en ik ga vandaag een begin maken met het opknappen ervan. Want ja, er moet nog wel het een en ander gebeuren. Hierachter is een muur in een bepaalde kleur. Ja, er is gewoon het een en ander wat... ik wou gewoon alles sausen. Dus ik ga zo lekker aan de slag. Ik heb gisteren alvast wat beschermingsfolie op de vloer gelegd. En ik ga vandaag kijken of ik wat gaten in het plafond kan vullen. Ik weet niet wat daar allemaal zit. Het lijken wel allemaal liefheersbeestjes. Maar... ik weet niet of ik wil dat die hier gaan overwinteren. Dus die gaan we even buiten zetten. Nou, de verwarming wil ik uiteindelijk wit hebben. Ik vind dit wel heel erg heftig. Maar dat is niet iets wat ik vandaag ga doen. En uiteindelijk zal ik ook de plinten wel weer even overschilderen. Nou, het doel is dat uiteindelijk hier het bed komt te staan tegen die muur. En ik wil die muur blauw gaan verven. Dus dan past het ook weer bij de lamp. Dus dat moet dus ook gaan gebeuren. Maar ik denk niet dat het allemaal in één dag gaat gebeuren. Want ik moet natuurlijk eerst gaten vullen en dergelijke. En kijken hoe het met de energie gaat. Ik ga nu eerst de gordijnrails afhalen. Want ja, dan kan ik er gewoon goed bij. En dan kan ik het ook goed afplakken daar. Dus laat ik daarmee gaan beginnen. Even drogen, maar ik kan alvast beginnen met afplakken. En daarvoor heb ik deze speciale afplaktape met plastic. Ja, met klussen ben ik even wat minder milieubewust, want het moet gewoon functioneren, vind ik eigenlijk. En vandaar dat ik hiervoor heb gekozen, want dat plastic dat dekt gewoon alles mooi af. Dan heb je gewoon minder last als je knoeit of iets. Even kijken of ik de liefheersbeestjes kan weghalen. Ja, ik heb al een paar. Ik ga ze nou maar heel snel naar buiten gooien. Morgen mooi weer. Nou, het plafond is gedaan, dus dat ziet er al een stuk beter uit. Ik heb het idee dat er hier veel muggen zijn in de zomer, want ik zag echt heel veel vlekjes van muggen en zo. Dus dat is nu in elk geval weg. En dan kan ik naar de muren gaan beginnen. De enige muur die ik niet heb gedaan is die. Die wordt namelijk blauw, dus die ga ik later gewoon meteen met blauw overschilderen. Maar alles wat met wit moest is gedaan, dus ik ben wel trots op mezelf, want het is echt wel veel werk. Dus het eerste echte werk, zeg maar, qua schilderwerk, dat is verzet. Kijk eens hoe wit!
Nou, dat is alvast gelukt. Mooie witte muren. Mooi wit plafond. Nou, deze muur wordt blauw. Ik heb een hele mooie blauw tint die ik wel eens eerder heb gebruikt. Dus dat gaat hartstikke mooi worden. Dus ik ga beginnen met sausen. Kijk eens hoe mooi. Ja, hij zal nog wel even anders opdrogen. Maar ja, ik vind hem echt hartstikke mooi. Terwijl de blauwe muur aan het drogen is, ga ik alvast aan de plinten beginnen. Ja, de plinten zijn duidelijk afgesleten. Er zitten wat, is wat verf afgebladderd. Dus ik ga het even opschuren en dan ga ik het even schoonmaken. En dan kan ik beginnen met het schilderen ervan. Ja, en ik ga het ook even afplakken. Blauw dit is geworden. Ja, ik ben er echt blij mee. Dus de tape kwam eraf. Yes! Het is niet helemaal goed gegaan op bepaalde plekjes. Hier is het tussen de tape en plastic doorgegaan. En op sommige plekken is het een beetje langs de tape gelekt. Maar ja, dan kan ik later nog wel met een penseeltje weer een beetje aantippen. Nou, het eerste meubelstuk staat alweer in de slaapkamer. Het begint nu echt weer wat te worden, zeg maar. En ik kan niet wachten om hier te gaan slapen. Het bed ga ik later in elkaar zetten, want ja, de plinten moeten misschien nog een keer geschilderd. En deze plinten heb ik al 2 keer geschilderd. En ja, het loopt ook alweer richting het einde van de dag. Dus voor vandaag is het alweer even mooi geweest. Intussen zijn we weer 2 dagen verder. Gisteren heb ik even een dagje soort van rust gehouden. Wat eigenlijk niet echt rust was, want ik heb even wat gewerkt en ben uit eten geweest. Wat trouwens echt heel lekker was. Dus dan ga ik nu weer verder met de slaapkamer. En dit wandje ga ik vandaag schuren en schilderen en de kozijnen. Dus er is weer een hoop te doen. Ik heb geen idee of dit gaat werken. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik hoop gewoon dat er niet te veel stof op mijn vers geverfde plint komt. Dus ik hoop dat dit werkt. Oh ja, laat ik die dan wel even zo doen.
Intussen is het raamwerk gedaan. Het is hier ook echt koud nu, want het is echt een graad of 1 denk ik buiten. Maar goed, ik heb het gedaan en ik ga nu beginnen aan een ander project, ook hier in de slaapkamer. En dat is dit. Oh, echt, die radiator. Ja, vroeger in mijn studententijd vond ik dat een hele mooie kleur. Vroeger. Maar ik ben er wel een beetje op uitgekeken. Dat is hoe de verwarming er nu uitziet. Hij is in elk geval niet meer groen. Maar hij zal toch zeker nog wel een laag of 2 moeten krijgen. Hij wil het helemaal goed dekken. Maar ik vind nu al een verbetering. Ik was van plan om het bed nog even in elkaar te zetten. Maar ik kan de schroeven gewoon nergens vinden. Dus ja, zonder schroeven wordt het lastig. En ik heb echt geen idee waar ze kunnen zijn. Ik had een doos waar ik zeg maar alle schroeven van meubels en zo indeed en daar zitten ze niet in. En ik denk dat ik op het laatste moment ze ergens anders in heb gedaan, maar ik weet dus gewoon even niet waar. Echt, alles is gewoon zoek. Nee, dat is het ook niet. En ja, deze la moet echt nodig een keer ontspuld en opgeruimd worden. Maar misschien is dit wel een signaal dat ik beter even kan stoppen. Ik merk dat ik best wel vermoeid ben geraakt de afgelopen dagen. Ja, ik wil gewoon heel graag dat alles een beetje, snel gaat. Ik heb hier ook nog niet kunnen slapen dus. En ik wil dat wel graag binnenkort gaan doen. En daar heb ik dus mijn bed voor nodig. Gevonden! En waar lagen ze in? In de klusdoos. En kennelijk dacht ik dat ik daar heel snel in zou gaan kijken. Maar dat ken ik dus niet. Nou, tijd om het bed in elkaar te gaan zetten. 1, 2. Oh, heerlijk. Oh, eindelijk. Nou, het is zover. De slaapkamer is eindelijk helemaal af. Ja, het heeft even geduurd. Ik ben in de tussentijd ook wel bezig geweest in andere ruimtes in het huis, waardoor taken hier bleven liggen. Vandaar dat hij nu pas helemaal af is. En de radiator moest nog een laagje lak krijgen. En verder was het hier gewoon nog een zooi met dozen en zo. Dus eindelijk is het klaar. Dus kijk naar het eindresultaat.